Voortseem Beatrix, een kleinschalige VMBO-school voor beroepsgericht onderwijs en voor MAVO. Een school die bekend staat om haar goede begeleiding en ook om haar veiligheid. Doordat het heel Voortseem Beatrix niet zo'n hele grote school is, herken je ook elkaar en herken je ook elke docent. En daarmee bouw je toch iets op met elke docent die je hebt. En dat is wel fijn. Een school waarbij leerlingen moeten presteren en goede cijfers moeten halen. Een school waar leerlingen niet alleen in het schoolgebouw zitten, maar ook naar buiten gaan. Een school waar leerlingen bijvoorbeeld werken aan een renovatiewoning. Timmeren, schilderen, metselen, maar dan levensecht. Een school waar leerlingen ook net meer leren dan alleen een diploma. Bijvoorbeeld door naar het MCO te gaan, waar leerlingen kennis maken met muziek. Ik ben naar het MCO geweest. Daar hebben ze kinderen aangeleerd om muziek te spelen en gewoon om meer plezier erin te krijgen. Een school die rekening houdt met verschillen. We hebben verschillende manieren om de leerachterstanden weg te werken hier op school. Dat doen we onder andere door steunlessen aan te bieden in verschillende vakken. Daarnaast bieden we ook huiskamer aan, waar leerlingen vrijwillig na de lessen naartoe zouden kunnen gaan. En dat is echt een huiskamersetting. Het is voor de leerlingen een thuis. Ik heb voor deze school gekozen omdat ik kwam hier binnen en ik voelde me gelijk thuis. En dat vond ik wel heel erg belangrijk. Kinderen zijn hier nummer 1. Wat wil je nog meer?